Mantelzorgers zorgen steeds vaker langdurig voor een zieke partner, kind, vader, moeder, buur of vriend. Ze kiezen er zelf niet voor om te gaan zorgen, het overkomt ze. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een heel jaar lang. Nooit meer zomaar de deur uit kunnen lopen. Hoe mooi zou het zijn als iemand de zorg voor één dag overneemt? Dit zijn Jeu en Truus Heijman. De vonk tussen beiden sloeg al jong over. En zo groeide deze jeugdliefde uit tot een gelukkig huwelijk van ruim 58 jaar. Jeu en Truus hebben 1 zoon, een dochter en 4 kleinkinderen. Een aantal jaren geleden veranderde hun leven ingrijpend. Truus moest door suikerziekte een beenamputatie ondergaan. Dit was een zware periode. Ik kon niet anders. En dat weigerden ze toen dat tijd. Ze weigerden het om geholpen te worden. En dan wouden ze opereren en dan belden ze me 's morgens om 7 uur van Venlo het ziekenhuis op. We wouden mevrouw Heijman opereren, maar ze heeft pertinent geweigerd. Ja, wat wil je? Daar heb ik geen keus. En toen wou ik niet meer verder. Ik zeg tegen jullie, laat me doodgaan. Dat kan niet, zei hij. Maar ik wou niet meer. En nu ben ik blij dat ik er ben. Door de ziekte van Truus zijn ze gedwongen om te verhuizen. Dat was voor Jeu niet gemakkelijk. De ruimte die hij zo gewend was, de prachtige tuin met zijn volière en zijn werkplaats met allerhande gereedschap, moest hij verruilen voor een appartement met een balkon. Heel veel machines allemaal weg moeten doen. En dat was eigenlijk het hardst voor mij. Maar de 83-jarige Jeu helpt zijn vrouw maar al te graag. 1, 2, hoog. Hoog, draaien. Ja, oké. Okay. Ja, mijn smoor is in bed. Doet me naar de wc. Zet me onder de douche. Dan blij, hij is erg goed voor mij. Hij doet alles. Jeu neemt nooit een momentje rust voor zichzelf. Ken ik niet. Nee, ik ga altijd door. Ja, ik kan wel eens mopperen, toch wel. Maar dan is het eigenlijk alleen stommigheid van mij. Want dan lukt haar iets niet en dan gaat het mis. Maar Truus! En daar komt er ook wel eens een keer een verdomme achteraan. Maar eigenlijk heb ik er daarna eigenlijk al spijt van dat ik het gedaan heb. Want het kon niet anders, klaar. Ik ben er. Ja, dat kan ook eens gebeuren. Dat vind ik niet erg. Vindt hij mag zijn mening zeggen en ik ook. Denken over de toekomst maakt hen verdrietig. Moet je niet aan denken. Zij zegt soms wel eens, als het miserabel is, van was ik maar dood. En ze zegt veel keren van, ik hoop dat ik eerder vertrek als jou, want ik kan je niet missen. Ja. Ik hoef maar je te zeggen. Dan staat hij daar. Ja, je bent dan één opgetrokken, van jongs af aan. Ik doe het, mag ik dat hardop zeggen, uit liefde voor haar. Om Jeu 1 dag van alle zorgen te ontlasten, nemen wij hem mee om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. De bus toch wakker. Voordat hij van huis gaat, neemt hij in alle vroegte afscheid van Truus. Kijk goed, hè. Ja. De zorg voor Truus wordt vandaag overgenomen door gespecialiseerde zorg. Ik heb er wel zin in, tuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben ik aan u overgeleverd? Ja, absoluut. Echt waar.
Ballonvaren is een team gebeuren. Dus alle mensen die meevaren, die moeten zo meteen ook mee aanpakken. Help Fred maar mee daar uittrekken, zei wat. Kijk, we houden hem zo open en dan staat ik de ventilator om gewoon de lucht erin te blazen. Hou hem gewoon omhoog. Nog nooit had Jeu ballon gevaren. Dit wilde hij al zo lang. We vliegen. Oh, we vliegen. Ja. Ik wil eruit. Wanneer de ballon gevuld is met warme lucht, stijgen we op naar het nog nevelige blauwe luchtruim en zien we de aarde kleiner worden. Yeah, it's hard to know the way to go. When the waters rise around you. Kijk, gewoon het tuin, die hoop stenen erachter. Oké, de hoop stenen, komen we precies overheen. Terwijl de ballon richting zijn huis vaart, gaan ook Jeu's gedachten even terug naar thuis. Ja, dat is wel heerlijk, toch wel. Ja, goed, de situatie blijft zoals ze is natuurlijk. Dat blijft toch in je, in boven blijft dat toch draaien. Van, gaat het nou goed? Moet goed gaan. Dus, Are you tired from the battles Want nu de schaduw van de ballon is, net waar die linkse deur open staat. Ja. Die witte deur daar, dat is, daar wonen we. Ik wist nog niet eens dat achter onze behuizing nog zoveel bos was. Onvoorstelbaar. Ook van Janieke, een keer. Intussen worden de taken die Jeu normaal gesproken voor zijn rekening neemt thuis, overgenomen door gespecialiseerde zorg. Petra maakt er een mooie dag van met Truus. Samen eten zij vandaag in het restaurant van Bosdaal. Het is mooier als dat ik me had voorgesteld. Ja. En zo rustig, je kunt alles rustig bekijken en er is niks van wat stoort. Na meer dan een uur varen, wordt het tijd om een plek uit te zoeken voor de landing. Oké, Fred, we gaan nu even, ik ga nu wat lager zitten en dan gaan we kijken of we een plek kunnen vinden om te landen. Hè? Nee, we gaan niet in de sla, hè? Maar hierachter ligt een klein veldje en dat pakken we. Het is niet te geloven. Hé, jongen. Je moet er ook nog uit. Oké, dat is hem. Dankjewel. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Echt waar, joh. Een ervaring apart. Ja. We vliegen. Profco is een mensenbedrijf. Net als in de zorgsector staan bij Profco de mensen centraal. En daarom vinden wij het fantastisch dat we dit voor meneer Heijman mogelijk hebben kunnen maken. Volgens mij heeft hij ook een fantastische vaart gehad. Het weer kon niet beter, dus Profco is heel blij dat we dit hebben kunnen doen.